zou haar geholpen hebben om het lichaampje te laten verdwijnen. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat iemand iets bekent wat hij niet gedaan heeft. Maar het wordt je wel heel erg moeilijk gemaakt. En rechts zit een regisseur naast je bed. Kunnen we opschieten, want dan kunnen we weer door. En dan zegt ze gewoon, ja, jij was zwanger op het moment dat ik een kind verloor. En mijn moeder, die neemt op. En ik zeg, mam, ik mag naar huis. En het enige wat ze kon zeggen was, oh, ik ben zo blij. Het heeft 8 jaar geduurd voordat ik uiteindelijk weer iemand heeft durfde te nemen. Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal. Marjan zat 103 dagen vast in gevangenis als verdachte van de moord op een peuter. Ze werd door haar overbuurvrouw beschuldigd van moord en belandde onterecht achter de tralies. In de gevangenis beviel ze van haar eerste kind onder toeziend oog van de rechercheur. Haar partner ging zelfs aan haar twijfelen, net als een groot deel van Nederland. Ze raakte haar huis kwijt, verloor haar baan, ook vrienden kozen de veilige optie en namen soms afstand. Die tijd in de cel, inmiddels 23 jaar geleden, trok diepe sporen na in haar leven. Vandaag de gast in de podcast om hierover te praten. Welkom. Jouw verhaal begint eigenlijk bij de vermissing. Kan je ons meenemen naar deze dag, waar je bent, ja, wat jouw woonsituatie is? Ja, ik woon op dat moment in Breda. En ik zou die dag, zeg maar, de dag dat Robin verdween, zou ik boodschappen gaan doen met mijn beste vriendin. En die woonde, zeg maar, ja, eigenlijk aan de andere kant van Breda. En toen ik bij haar aankwam, toen kwam ze me eigenlijk tegemoet lopen, al naar buiten. En toen riep ze van, Robin is vermist. Mijn beste vriendin destijds was getrouwd met mijn oom. Die hadden samen 2 kindjes, mijn neefjes. En de oudste, Nikki, die is in december 1995 gestorven. Natuurlijke doodsoorzaak, is thuisgekomen van het spelen bij de overbuurvrouw. De ouders van Robin is op de bank gaan liggen en is daar plotseling gestorven. Vreselijk. Ja. Ja. En dan als we, zeg maar, een paar maanden vooruit spoelen. Nikki is dan gestorven. Mijn oom en tante zijn natuurlijk in diepe rouw. Of in ieder geval, ja, mijn tante. Ik zeg elke keer mijn tante, maar het is mijn beste vriendin toen. Ja, en dan met jouw oom? Ja, samen met mijn oom. Zij heette Trudy. Zij heette Trudy, inderdaad. Ja. En de dag van de verdwijning is Robin bij Trudy pannenkoeken gaan eten. Maar Robin en Nikki zijn altijd beste vriendjes geweest. Okay. Dus Robin miste Nikki natuurlijk ook heel erg. Ja, en tijdens het pannenkoeken eten is er dus iets misgegaan. Ja, dus op deze, eigenlijk het begin van wat je net al zegt, dat de nachtmerrie gaat beginnen, komt Trudy naar jou toe. Ja. En die zegt, Robin is vermist. Ja, Robin is verdwenen of Robin is weg of Robin is zoek. Iets in die trend. Ja. Ja. En wat is jouw eerste reactie? Wat gaat er dan in je om? Hoe kan een kind van 3 of 4 vermist zijn? Als je kijkt, zeg maar, ze woont op een hofje. Als je dan zeg maar omdraait, dan kijk je zo naar het huis waar ze woont. Dus dan denk ik, ja, ik denk dat de eerste reactie is, nou, dat kan natuurlijk niet. Ja. Dat is toch raar. Toen zijn jullie gaan zoeken? Gelijk? Ja, toen zijn wij eigenlijk gaan zoeken. Op het moment dat ik daar aankwam, waren er al mensen aan het zoeken. Waaronder ook de moeder van Robin. En er waren heel veel mensen te voet aan het zoeken en op de fiets. Dus ik ben in mijn auto gestapt. En ik heb een rondje gereden in de wijk. Ja. En ik heb wat mensen aangesproken. Onder andere gemeentewerkers, vuilnismannen. Ja. Heb ik aangesproken. Goh, hebben jullie klein meisje zien lopen? Het kapseltje van Robin was nogal, ja, kenmerkend, want ze had een hele stijl geknipte pony. En een kindje van 4 zie je, dat valt ook wel op. Ja, als die zo alleen. Ja, precies. Daar moeten mensen alert op zijn. Daar moeten mensen zien, zeg maar. Ja. En de politie wordt er dan ook bij betrokken om echt de zoekactie groter aan te pakken. En iedereen helpt, ook Trudy, iedereen helpt mee met zoeken. Met zoeken, ja. Van 24 april tot en met 3 mei wordt het zeg maar landelijk nieuws. Er wordt echt ontzettend hoog ingezet natuurlijk, omdat het een kindje is wat zomaar verdwenen is. En dat is allemaal terecht, maar komt elke dag wel iets op het nieuws. Er staat elke dag wel iets in een landelijk of een regionaal krant. En dan uiteindelijk op 3 mei wordt Trudy eerst gearresteerd. Oké, want zij is het laatst gezien, Robin, bij Trudy. Bij Trudy. Wat was dan haar verhaal? Zij zei dat zij Robin had gezien, maar dat hij was weggegaan. Nee, ze hadden pannenkoek gegeten en op een gegeven moment had Robin gezegd tegen Trudy dat ze haar portemonneetje thuis zou willen halen. En Trudy heeft gezegd, dat is prima, laat de deur maar openstaan.
En dan zie ik je zo wel terug. Dus dat geeft ook wel aan, zeg maar, dat ze echt heel dichtbij woonde. Ja. In een hofje, dus dat is gewoon vertrouwd. Loop maar even, ik zie je zo weer terug. En Robin zou niet teruggekomen zijn van het halen van haar portemonneetje. Dan is het verhaal van Trudy dat ze de moeder van Robin heeft gebeld. Van, komt Robin nog terug? Of ja, dan zegt de moeder van Robin, Carla, van, hoezo, ze is niet thuis geweest. Oké. Okay. Wat erg voor die moeder zijn deze dagen ook geweest, dat de vermissing van je kleine dochtertje. Ja, ik denk niet dat we daar ooit een voorstelling van kunnen maken. Nee. Of dat moet voelen. Heb je haar in die dagen gesproken? Jullie waren natuurlijk aan het helpen met zoeken. Ik heb haar heel kort gesproken. Ik weet nog dat ik, toen ik ging zoeken, zeg maar, toen reed de Carla eigenlijk voorbij bij het afrijden van het hofje. Toen heb ik wel gevraagd van, wil je mee in de auto dat we samen een rondje rijden? Zegt ze, nee, ik ga de fiets pakken, dat is prima. En in de dagen daarna heb ik haar wel bij Trudy in huis gezien, zeg maar. Of buiten een keertje. Ja, maar ja, dat kan je geen voorstelling. Nee. Ja. En een aantal dagen later, dat het inderdaad, het is landelijk nieuws geweest, is er een eerste teken? Ja, nou ja, een eerste teken, dat hoor ik later pas. Want Trudy wordt op 3 mei gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning. En op 5 mei word ik zelf gearresteerd. Ja. In mijn woning. En krijg ik, zeg maar, later die dag te horen. Robin zou niet meer leven. Maar op dat moment wordt mij nog niet verteld wat er gevonden is van haar. Ja. En later wordt duidelijk dat er op het vuilstort in Zevenbergen is er tijdens een zoekactie een deel van een voetje en een schoentje teruggevonden. Bizar. Ja. En dan zijn jullie al een arrestatie. Ja. Jullie zouden dan eventueel betrokken kunnen zijn. Wat dan nog gedacht. Ja, samen met 9 anderen, als ik het goed heb, 8 of 9 anderen. Ja, op basis waarvan worden jullie gearresteerd qua betrokkenheid? Is dat omdat je daar nog hebben gezien? Of? Wij waren natuurlijk op de plaats net na de verdwijningen. Dat was natuurlijk. Maar in eerste instantie werd ik gearresteerd door wat Trudy verklaarde. Oké, wat waren haar verklaringen? Het zijn er heel veel verschillende geweest. Ja. Dus aan het begin, laten we bij het begin beginnen. Een beetje bij de eerste verhoren. Ja, dat varieerde van dat Robin bij haar van de trap af zou zijn gevallen. En die zou een dodelijke val gemaakt hebben. En ik zou haar geholpen hebben om het lichaampje te laten verdwijnen. Om haar, zeg maar, ik heb geen idee, om uit de schuld of zo. Ik heb geen idee, maar... Ja. Hè, en een ander verhaal zou zijn dat ik samen met mijn toenmalige echtgenoot Robin levend aan de achterdeur zou hebben meegenomen voor losgeld. Ja. Nog een verhaal zou zijn dat mijn echtgenoot samen met mijn schoonvader Robin zouden hebben meegenomen voor kinderhandel. Ja, er kwamen echt de gekste verhalen. Die verhalen, dus Trudy, wat tot die dag je beste vriendin was, daarna uiteraard niet meer. Nee. Die vertelde allemaal verhalen wat zij dacht wat had kunnen gebeurd zijn. Nee, ik denk dat zij puur en alleen die verhalen vertelde om zichzelf uit de wind te houden. Ja, dat zij heel goed wist wat er gebeurd was. Ja. Maar dat ze dacht, als ik zoveel mogelijk mensen erbij betrek, dan uiteindelijk... Is er zoveel chaos? Ja, denk ik. En hoe waren de verhoren voor jou? Hoe was het verhoor? Ja, op het moment dat ik gearresteerd werd, was ik ruim 7 maanden zwanger. Dat is al niet heel fijn. Ik was 21 en ik vond mezelf destijds nog vrij onnozel, denk ik. Als ik nu terugkijk naar het meisje van toen, denk ik, ja, ik was eigenlijk gewoon echt nog een kind. Ja, hoe voel je deze tijd? Je wil eigenlijk het liefst tegen iedereen schreeuwen dat je nooit in staat zal zijn om een kindje iets aan te doen. En het lijkt wel alsof niemand luistert. Zeker niet in de omgeving waar je zit natuurlijk. En ik vind dat heel moeilijk. Nog steeds wel, denk ik. Ja. Die celdeur die gaat dicht. Dat is heel surrealistisch, want je ziet dat alleen maar op tv. En je weet dat je daar niet hoort zijn. Ja, we hadden volledige beperking. Dus ik mocht met niemand contact hebben. Mm-hmm. En dan kom je dus in een wereld, zeg maar, waar iedereen gewoon tegen jou is. Ja, zo voelde het in ieder geval. Ik denk dat er ook wel mensen zijn geweest die hebben gedacht van, nou, weet je... Misschien, het gaat wel goed komen of zo, maar de mensen waarmee ik in verhoor zaten, die probeerden mij wel echt iets te laten bekennen. Die waren op zoek naar een dader natuurlijk. Dus ja, dat zijn niet de fijnste gesprekken. En de verhoren waren ook heel erg lang. Het was echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan mocht je terug naar je cel om even te eten. Ja.
Dus de verhoren ging heel erg toe van waar was je, wat is er gebeurd? Ja, wat is er? Een heel, heel strakke tijdlijn. Ja. En als ik jou nu vraag wat jij vorige week donderdag 's avonds hebt gegeten en hoe laat dat het was. En wat je daarna gedaan hebt, dan moet je daar echt wel even voor gaan zitten. Onder druk van alles. Ja, dat is gewoon intensief. Ja. Ja, en zij verdachten jou ook. Jij was ook de hoofdverdachte, toch? Zij dachten echt van, we moeten een bekentenis uit jou krijgen. Samen met Trudy. Ja. Ja. Want Trudy was nog steeds verhalen aan het vertellen. Of hoe ging dit? Ja, dat is ze eigenlijk blijven doen. Oké. Okay. Ja, en daar werden steeds meer mensen bij betrokken. Dus ook haar eigen broer. En jouw oom? Zij is natuurlijk met jouw oom. Ja. Hoe kijkt hij naar deze situatie? Hij was ook gearresteerd op basis van verhalen van haar. Ze zaten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. Op basis van haar scenario's. Ja. De meest gruwelijke scenario's kwamen ook. Ja. Werden ook verteld door haar. Kan je ons daar iets over vertellen? Ja, wat ik net al een beetje aangaf. Op een gegeven moment is ze ook een energiemaatschappij die zou aan de deur zijn geweest. Om in de lichtmeterkast te zijn. Die zouden dan Robin meegenomen hebben. En ja, het ging echt van links naar rechts. Ik geloof uit mijn hoofd dat ze 12 verschillende verklaringen heeft afgelegd. Bizar. Ja. Jij werd al die tijd vastgehouden, hoogzwanger. Ja. Mm-hmm. Hoe was dit voor je? Ja, is gewoon verschrikkelijk. Ja, mm-hmm. Zwaar. Je zit dan in voorarrest, ja. Hoogzwanger. De dagen verstrijken en er komt ook het moment dat je moet gaan bevallen. Maar je zit nog ter arrestatie. Mm-hmm. Hoe gaat dit? Hoe gebeurt dit in de gevangenis? Ik had nog een soort van ijdele hoop dat ik wel thuis zou mogen bevallen. Ik heb ook aangevraagd destijds bij de officier van justitie, maar dat ging niet door, dat feest. Dus ja, uiteindelijk zijn op 18 juli mijn weeën begonnen. Ja, en dan is het, je zit op je cel alleen. Krijg je wel hulp van iemand? Ik heb naar de medische dienst, of in ieder geval, ik heb naar de nachtportier gebeld. En uiteindelijk zijn ze 4,5 uur later zijn ze mij komen halen. En dan word je naar het ziekenhuis gebracht. Ja, daar ben ik bevallen. Maar hoe word je dan ontvangen? Want op dat moment denken mensen nog van, dit is een vrouw die een kindje heeft vermoord. Ja, absoluut. Dat lijkt me niet echt een prettige... Ja, of je beschrijft ook in je boek dat dit best wel naar... Heel koud. Heel koud, ja, en heel koud, cool. En... Heel cool, heel afstandelijk. Je krijgt geen hulp. Boos. Mm-hmm. Mensen zijn... Ja, je voelt je echt veroordeeld eigenlijk al. Ja, dat ze naar je kijken, hoe dat ze je aanraken, hoe dat ze je behandelen. En rechts zit een regisseur naast je bed kunnen we opschieten, want dan kunnen we weer door. Ja, en jouw toenmalige echtgenoot mag er dan ook bij zijn? Ja, die mochten wel bij zijn, maar we mochten niet met elkaar praten. Jeetje, Mina. Omdat ze nog steeds dachten aan een soort samen... Ja, dat hij dan informatie kon doorgeven. Ja, precies. Ja. Mocht jij die hele tijd tijdens de verhoren niet met anderen praten? Nee, volledige beperking. Dus volledige beperking houdt eigenlijk in dat je geen contact mag hebben met medegedetineerden. Geen contact mag hebben met jouw familie, vrienden, kennissen. Dus je mag niet bellen. Ik mocht geen radio, geen tv, geen kranten. Dus ja, dat is best eenzaam. Dus je hebt eigenlijk alleen maar contact met... de recherche of met je advocaat. Oké, want dat doen ze natuurlijk om te zorgen dat het verhaal niet beïnvloed kan worden door anderen. Om het zo schoon mogelijk te houden. Ja, klopt. En dan ben je bevallen van je zoontje. Dan ben je voor het eerst moeder. Mm-hmm. Dan zou je heel vrolijk moeten kunnen genieten van deze wolk. Mm-hmm. Hoe is die periode om in arrestatie te zitten en een kind op de wereld te hebben gebracht? Mag je babytje dan bij je blijven? Of hoe werkt dit? Ja, je kind mag bij jou blijven. Dus je hebt een wiegje en alle... babybenodigdheden heb je op cel. Maar er wordt echt zo ontzettend goed naar je gekeken. En je zit daar natuurlijk wel op verdenking van een kindermoord. Ja. En er wordt echt heel nauwlettend naar jou gekeken... hoe dat je met je eigen kind omgaat. Alsof dat je die dan ook maar iets aan zou doen. En het is heel vreemd. Ja. En er was ook al sprake van dat Jesse, zo heet mijn zoon... bij mij weggehaald zou worden als het voorarrest verlengd zou worden. Kan je ons meenemen in de periode met verhoren en hoe je voelt? En ja, ook alle informatie die wordt verteld door Trudy en hoe dit een beetje gaat. Ja, ik werd iedere ochtend gehaald voor het verhoor. Ja. Maar telkens ga je eigenlijk hetzelfde riedeltje af. Dus je krijgt dezelfde vragen. Ja. De tijdlijn moet weer kloppen. Op kleine oneffenheden, moet ik het zo uitleggen, dan word je heel erg opgedrild.
Er wordt ook tegen jou gezegd, klopt helemaal niks van wat je nu zegt. Nee. En je wordt echt in verwarring gebracht. En dan, ja, maar het klopt wel. Nee, het klopt gewoon wel wat ik vertel. En dan gaat een van de twee regisseurs weg. Een soort good cop, bad cop spelen. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, nee, het klopt niet. We hebben het geverifieerd. Ja, het klopt wel. En dan moet je wel echt heel erg stevig in je schoenen staan. En ik kan me nog steeds niet voorstellen dat iemand iets bekent wat hij niet gedaan heeft. Maar het wordt je wel heel erg moeilijk gemaakt. Oké, okay. Had je een moment dat je dacht, fuck it, ik heb kenbaar, dan ben ik van dit gedoe nee, af? Nee, heb ik nog nooit gehad. Het enige wat ik had is van, ik pak jullie allemaal. Want ik kan gewoon echt niet. Ik ga naar huis. Ik hoor hier niet en ik ga gewoon lekker naar huis. Dus ik kan gewoon echt niet. Had je op dat moment toen je vast zat, dat jouw omgeving, was die heel supportive? Of begonnen mensen ook aan je te twijfelen hoe langer je vast zat? Aan het thuis, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed, hè. Want ik had natuurlijk met niemand contact. Het enige wat mij werd verteld, is dat mijn echtgenoot aan mij ging twijfelen. Pijnlijk. Ja, nou, aan de ene kant wel. Nou, nee, het is wel pijnlijk. En later hoor je ook van dat er voor hem ook een verhaaltje in elkaar geknutseld was. Van, ja, maar dit en dan klopte dat ook gewoon niet, zeg maar. Dus je wordt wel een beetje voor de gek gehouden. Ja, om dus te proberen om informatie. Dat zijn een beetje een interviewtechnieken om te kijken wat er is gebeurd. Ja. Dan heb je een verhoor samen met Trudy op een gegeven moment. Kun je ons meenemen naar dit verhoor? Ja, dat confrontatieverhoor. Toen was ik ook echt van overtuigd. Ik was zo nerveus. Maar ik was ervan overtuigd van ik zal haar laten bekennen en ook dat ik niet betrokken ben bij het hele verhaal. En ik ging zitten, net zoals dat ik nu tegenover jou zit, en ik stortte helemaal in elkaar. Ik kwam niet meer uit mijn woorden, ik had een blackout en ik maakte er helemaal niks van. En waar dat dan opeens vandaan komt, die zwakte, ik heb geen idee. Maar misschien ook wel geschrokken omdat ik haar weer zie. Het besef van, nou, oké, jij was ooit mijn beste vriendin, hoe kun je mij dit nou aandoen? Dus dat was niet zo goed gelopen, het eerste voor. Nee, en dat maakte jou ook verdacht? Ja, absoluut. Ja. Dat maakte ik mezelf niet. Wat zei zij op die momenten? Was zij goed? Wat voor persoon was zij? Kon zij goed verbaal de juiste snaar bij jou raken of het verhaal vertellen? Nee, maar ik denk dat ik op dat moment gewoon, ik was net bevallen van mijn zoon, verzwakt. En wat zei zij dan tijdens zo'n verhoor, tijdens de eerste confrontatie? Dat ik heel goed wist wat er gebeurd was. Maar zij benoemde dan geen feiten. Zeg maar. De confrontatieverhoor benoemde zij geen feiten. Ze bleef heel globaal natuurlijk, omdat zij al zoveel verschillende verklaringen af had gelegd. Kon zij ook niet, zeg maar, op de feiten. Had zij in al de verschillende scenario's en verklaringen al wel zichzelf ook schuldig bekend? Nee, volgens mij niet. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, dus ze probeerde de schuld bij jou te leggen. En bij haar man. En bij mijn jouw oom. Ja. Oh, dus bij de andere. Ja. Dit is het eerste confrontatieverhoor, maar er volgt er nog één. Ja, er volgt er nog één, inderdaad. En dat is het confrontatieverhoor waarin ze bekend. En hoe gaat dit? Neem ons helemaal mee. Ik was in die tussentijd ook veranderd van advocaat. En ik was zo nerveus voor het tweede confrontatieverhoor, omdat ik het eerste eigenlijk zo verkloot had, mag ik het zo zeggen. Jazeker. Was ik heel bang wat zo'n tweede confrontatie verhoor met mij zou doen. Vooral ook de mate waarin dat ik me nog schuldiger zou laten lijken of zo. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Heb ik eerst gevraagd of ik mijn advocaat moet bellen, meester Hiddema. Zijn reactie was echt, ken je hem of niet? Heb je meester Hiddema? Ik belde hem en hij zei tegen mij, dat kan jij gewoon. Hup, gaan. En als je klaar bent, dan moet je mij gewoon bellen. En gewoon praat hoe dat je tegen mij praat. Dan kijk je maar gewoon naar haar voorhoofd. Je kijkt haar niet aan. Zij is niemand. En je gaat daar gewoon zitten en je gaat je verhaal doen. En toen ben ik... Ik meen dat de tweede confrontatie voor in Tilburg was. En ik kwam daar die kamer binnen. En haar zien, is wel heftig hoor, na zo'n periode. En ik had me heel groot gemaakt. Want ik dacht, nu ga ik je wel... Nu ga ik gewoon zeggen wat ik graag wil zeggen. En zij brak. Dus ze ging zitten huilen. En dat maakte me eigenlijk nog veel bozer. Voordat ik ging zitten, toen zei ze al, natuurlijk weet ik dat jij er niks mee te maken hebt. Ik heb haar zelf door middel van verstikking om het leven gebracht. Wat is jouw reactie? Ja, alsof dat de grond, alles onder je vandaan gehaald wordt. Maar natuurlijk weet je inmiddels in die 103 dagen dat er niemand anders bij betrokken is dan zij zelf. Dat weet je, maar het horen zeggen is toch wel even iets anders. En kon je ook aan haar vragen dan waarom ze het heeft gedaan? Ja, ik heb dat wel gevraagd aan haar.
Tijdens het confrontatieverhoor was mijn zoon. Die zat bij een van de twee regisseurs die mij altijd gehoord heeft, zeg maar Joop. Die kwam op een gegeven moment in de deuropening staan en die deed zo van, kom eens hier. Dus toen werd ik uit het confrontatieverhoor gehaald. Toen vroeg hij aan mij van, je moet vragen waarom? Waarom heeft ze het gedaan? En dan krijg je dus een soort werkopdracht mee en dan moet je weer terug dat confrontatieverhoor in. Je voelt je wel verdoofd hoor, op zo'n manier. Tuurlijk, het is ook, ja. Het gaat echt, het is, je wil er zijn en toch gaat het ook allemaal een beetje langs je heen, omdat het blijft weer surrealistisch wat er allemaal gebeurt. En dan ga je vragen van, oké, maar waarom heb je dat nu gedaan? Ze heeft, zegt ze, Robin om het leven gebracht door verstikking. Dus haar hand op het mond, de mond en het neusje van Robin gedaan, net zolang totdat ze niet meer ademde. Dat heeft ze gedaan in een opwelling. Haar verklaring zegt dat op het moment dat ze haar zoon, het jongste zoontje van haar, zeg maar, hoorde huilen boven, dat ze terug bij haar besef kwam wat ze gedaan had. Dat ze Robin, het lichaampje van Robin in een vuilniszak heeft gedaan en in de container heeft gedaan. En toen is ze gaan bellen naar Carla, de moeder van Robin. En als ik haar vraag waarom dat ze dan mij beschuldigd heeft, dan is haar antwoord echt keihard. En dan zegt ze gewoon, ja, jij was zwanger op het moment dat ik een kind verloor. Dus dan zou jaloezie, zou zeg maar haar drijfveer zijn geweest. Ja. Want zij is haar kind eerder dat jaar verloren. Ja, december 95. En weet je ook hoe dat is gebeurd? Is Nicky, dus mijn neefje dan, die is gaan spelen bij Robin. Okay. En die is thuisgekomen van het spelen op de bank gaan zitten. En daar is hij gaan liggen. Hij was moe. Hij is gaan slapen en niet meer wakker geworden. En weet ze medisch gezien of daar iets is gebeurd? Ze zeggen natuurlijk een doodsoorzaak, maar het blijft altijd... Ja, weet je, met dit verhaal met Robin, ik durf er niks meer van te zeggen. Oh, wat raar. Ja. Had je al voordat dit gebeurde veel signalen? Ze was labiel? Nee, ja, weet je, ze dronk veel. Het was een rouwende... Ja. Het was een vrouw in rouw. Dus... Ja, dat de keuken niet opgeruimd is en dat ze heel veel aan het huilen was. Of opeens heel hard aan het lachen is. Of ja, te veel dronk. Ik denk dat het allemaal wel dingen is waarvan je kunt zeggen, oké, weet je, dat hoort er allemaal bij. Maar zelf bedenken dat ze in staat was tot zoiets, nee. Dat ze je niet aankomen. Het is fijn dat ze eerlijk is. Mm-hmm. Hoe is dit voor jou nu? Ja, je hebt zo'n woede naar iemand... Maar het heeft me ook heel erg onzeker gemaakt. Met name in het vertrouwen naar mensen toe natuurlijk. Heeft heel lang geduurd. Ja. En dan heb ik haar wel heel erg kwalijk genomen. Ik merk ook dat dit net je ook raakt over de twijfel of er misschien iets bij je neefje is gebeurd. Ja, natuurlijk. Daar emotioneel van wordt. Tuurlijk. Is dat iets wat nog... Hoe voelt dat? Het is iets waar wij geen antwoord meer op krijgen. Dus we moeten dat parkeren. Maar ja, het zal altijd... Een vraag blijven natuurlijk, ja, sowieso. En op dat moment weet je ook dat al wanneer zij de bekentenis heeft gedaan, weet de rest ook dat jij niet betrokken bent. Mm-hmm. Kan je nog met haar verder praten? Kan je nog, of denk je echt, wat gaat er in je hoofd om? Het gekke is dat je, ik weet niet of dat het heel gek is. Wat ik net al zei, van je wil daar heel graag zijn en je wil ook echt je stempel drukken op dat confrontatieverhoor. Van ik moet mezelf laten horen en... En toch op de een of andere manier maak je het mee in een soort waas of zo. Mm-hmm. Dus ik riep op een gegeven moment ook van... En wat heb je met het geld van oma gedaan? Yes. Dus ik kwam echt totaal... Ik had zoiets van... Ja, maar bij mijn oma was destijds heel veel geld weg. Dus we hadden toen het vermoeden dat Trudy dat gedaan heeft. Dus ik dacht, nou, dan moet je dat ook maar gelijk bekennen. En dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op het geheel. Dus ja, als jij vraagt aan mij wat dat met mij gedaan heeft, het confrontatie voor heel veel. Ja. Ik kon niet meer logisch nadenken. Heb jij haar ooit nog geconfronteerd met de vraag over jouw neefje? Nee, nooit meer. Ik heb heel vaak gedacht, nadat wij vrijgelaten waren en zij nog in detentie zat, zeg maar, heb ik heel vaak gedacht, ik wil een gesprek met haar. Ja, eigenlijk, ja, ik moederlijk advies. Mm-hmm. Mijn moeder zei... Ze heeft al die tijd gelogen tegen ons. Dus wat maakt dat jij denkt dat zij nu in een gesprek jou eerlijk gaat antwoorden? Ja. Op dit moment mag je wel vrij uit. Hoe is de vrijlating? Waar ga je dan heen en hoe voel je? Oh, de vrijlating. Het mooiste moment, wat ik alsof dat het ook een soort in mijn geheugen
is dat ik op mijn bed lig in mijn cel. En Jesse ligt naast mij in zijn wiegje te slapen. En ik ben eigenlijk aan het wachten totdat ik weer gehaald word voor het verhoor. En dan komt Jo, die komt mijn cel binnen. En Jo was een van de oudste bewaarders, zeg maar, in de PI op de vrouwenvleugel. Echt een geweldig lief man. Jo die deed de deuren open en die staat echt met tranen in zijn ogen. En die zegt tegen mij, Marjan, onmiddellijk in vrijstelling je spullen pakken en ik wil je hier nooit meer zien. Oh. En ik zei, wat? Nee, echt? Hij zegt, naar huis, weg, nu. En ik ben opgesprongen en ik ben naar hem toegerend en ik heb hem vastgepakt. En dat we bijna met z'n tweeën lagen in de gang. En dat is echt wel, ja, ik vond dat heel erg mooi of zo. En toen heb ik gevraagd, dan mag ik bellen? Hij zegt, ja, je mag bellen. Hij zegt, als je, de aquarium noemen we dat, zeg maar. Dat is zo'n hokje waar dan de bewaarders zitten. Hij zegt, pak je telefoonkaart. Want ik had natuurlijk mijn ouders al 103 dagen niet gesproken. Ja. En ik heb de telefoonkaart gepakt en ik ben naar de telefoon gerend. Ik heb mijn moeder gebeld. En, shit. Sorry. Nee, alleen maar mooi. Nam ze gelijk op. En mijn moeder, die neemt op. En ik zeg, mam, ik mag naar huis. En het enige wat ze kon zeggen was, oh, ik ben zo blij. Alsof dat ze een soort, of dat er een langspeelplaats, zeg maar. Ze bleef maar in herhalingen vallen. Dus ik zei op een gegeven moment, ik moet gaan hangen. Ik ga mijn spullen pakken. En ze bleef maar zeggen, en ik hoorde haar een soort echo nog van, ik ben zo blij toen ik de telefoon ophing. Toen ben ik, heb ik mijn broer gebeld. Mijn vader nam niet op. En mijn broer is heel nuchter. En die zei, zus, goed nieuws. Je hoofd erbij houden, spullen pakken en we zien je thuis. Dat is goed. En toen liep ik terug naar mijn cel. En toen hadden alle vrouwen van de afdeling, die hadden mijn spullen al ingepakt. En daar stonden de bewaarders met alle vrouwen van de afdeling, met al mijn spulletjes. Jessie was al aangekleed, Maxi cozy klaar. En ik kon zo vertrekken. En ik had die vrouwen nog niet gesproken natuurlijk, omdat ik volledige beperking had. Wat bijzonder. Ja, dat zal ik nooit meer vergeten. En dan ben je per direct, word je vrijgelaten. Ja. Dan ga je naar je echtgenoot. Hoe zie je elkaar? Hoe is dat moment? Ik ben inderdaad eerst naar een motel in Eindhoven gebracht. En daar werd ik naar mijn echtgenoot gebracht. Toen werden wij ook met z'n tweeën even weggestuurd. Recherche bleef bij Jessie. Mochten we even samen gaan uit eten daar. Om weer even een beetje te wennen aan de situatie. Ja, precies. Lief dat ze dan een beetje nazorg bieden. Ja, om te zorgen dat jullie even uit eten konden samen om dingen te bespreken. En dan is het heel raar om toch weer buiten te lopen samen. Wij liepen op de parkeerplaats van het motel en dat was gewoon spannend. En vanuit daar zijn we overgebracht naar Centerparks. We werden een week in Centerparks gezet. Om een beetje te acclimatiseren, maar dat was gewoon verschrikkelijk. Want je bent gewend aan stilte en een deur die dicht gaat en alleen. En dan loop je in één keer op een vakantiepark met spelende kinderen, blije mensen. En op dat moment wilde ik eigenlijk gewoon terug naar mezelf. Ja, qua gewenning. Ja, ja, absoluut. Wat zei je man? Toen man? Ja, inderdaad. Dat er een verhaal aan hem voorgespiegeld was. Een scenario waarin ik inderdaad zeg maar een rol zou kunnen hebben gehad. Dus op een gegeven moment is hij wel een beetje gaan twijfelen. Ja. Ja, wat deed deze twijfel met je? Nou, ik denk dat het uiteindelijk wel gezorgd heeft voor een breuk in ons huwelijk. Ja. Ja. Ook al kon hij er niks aan doen. Hè. We zijn nog steeds goed bevriend. Ik snap de molen waarin hij toen gezeten heeft ook wel. Ja. Hoe kom je terug in je huis daarna in een straat waar zoveel is gebeurd? Ik weet niet meer precies wanneer ik terug ben gegaan naar huis. Mm-hmm. Dus ik kan me niet meer herinneren wanneer dat ik voor de eerste keer weer thuis geslapen heb. Of wanneer ik voor de eerste keer auto gereden heb. Die dingen zijn weg. Die herinneringen zijn weg. En ik weet wel, zeg maar, dat ze... We hadden natuurlijk heel veel medestanders. Hè, die mensen die... Maar we zijn ook wel mensen door verloren. Ja. En in welk opzicht? Nou ja, ik denk door het gezegde waar ook eens is vuur. Mensen die toch twijfelden en die dat dan niet zo tegen jou zeiden. Maar wel uiteindelijk wat afstand namen of de vriendschap liet verwateren of iets dergelijks. Ja. Dus dat mensen toch dachten, er is iets. Wanneer zie je de
de moeder Carla of de ouders van Robin? Of spreek je die voor het eerst? Niet meer. Nooit meer gesproken? Nee, nooit meer gesproken. Want? Ik denk dat ik in het begin die behoefte wel had om hen te spreken. Ik kan me vaak iets herinneren dat ik een keer bij de rechtbank heb gestaan. En dat ik ze gezien heb, maar dat ze mij echt straal voorbij liepen. En dat voelde ook heel naar, dat ik dacht... Dus ik denk dat hun ergens nooit goed hebben kunnen parkeren dat ik er niks mee te maken had. Dus ik heb hun later, heb ik hun nog wel vanuit de uitgeverij toestemming gevraagd. In verband met het boek natuurlijk. Ja. Die toestemming heb ik ook wel gekregen van hun. En ook de goedkeuring. Ik vind dat heel moeilijk, maar ik weet niet of dat ik dat in het verhaal mee wil nemen, maar ik heb echt geen behoefte om hun te spreken. Nee. Ik heb nog steeds contact zeg maar, met de regisseurs van destijds. Eén van de twee, Joop, die is overleden. Maar met Sjaak heb ik nog wel contact. En Sjaak zegt ook van dat met name de moeder van Robin het nooit goed heeft naast zich neer heeft kunnen leggen. Dat justitie heeft gezegd, Marjan heeft er niks mee te maken. Okay. Dus zij ziet mij altijd nog steeds als iemand die misschien een rol zou hebben kunnen hebben in het verdwijnen van haar dochter. Ja. En ik ben mezelf op den duur gaan afvragen... waarom moest jij in godsnaam jouw dochter bij iemand brengen... waarvan je wist dat ze net haar eigen kind verloren had... en waarvan je echt wist dat ze zo ontzettend labiel was. Want was Trudy heel labiel? Op dat moment wel. Ik denk, als jij je kind verliest... dat je sowieso alle steun van de wereld nodig hebt. Trudy dronk op dat moment heel erg veel in die tijd... Carla was een goede vriendin van Trudy, dus die heeft dat ook vast gezien. En wij zagen dat allemaal, dat het niet goed ging met Trudy. Maar je ziet een rouwende moeder. En een rouwende moeder, daar verwacht je niet van dat ze in staat is om zoiets te doen. Dus dat had Carla waarschijnlijk ook niet kunnen voorzien. Niemand kan dat voorzien. Nee. Maar door de acties die er gedaan zijn, zijn we allemaal natuurlijk wel flink geraakt. Hoe is het voor je oom geweest? Want dit was natuurlijk zijn vrouw. Ja. Ik weet het niet, ik heb hem nooit meer gesproken. Heb je hem, waarom niet? Zijn zij nog samen? Of? Nee, hij is toen gearresteerd, ook door een verklaring van Trudy. En hij is later haar verklaringen gaan volgen. Oké. Okay. En waarom? Ik heb werkelijk geen idee. Maar misschien om de moeder van zijn kind te redden? Dat kan, maar daarmee beschadigde hij wel alle mensen die onschuldig vastzaten. Ja? Ja. Ja. Inclusief zichzelf. Hij is ook de enige die vrijgesproken is bij gebrek aan bewijs... in plaats van vrij van rechtsvervolging. Hij heeft ook geen schadeclaim gehad... omdat hij eigenlijk het hele onderzoek gewoon heeft gedwarsboomd. Op basis van dat alleen al wil ik hem nooit meer zien. Nee, denk je dat hij misschien betrokken is geweest? Mag ik ook niks... Nee, hoef je ook niet zeggen. Nee, kan ik ook niks van zeggen. Maar ergens zegt mijn gevoel van wel... omdat hij op een gegeven moment haar verklaringen is gaan volgen... vond ik niet logisch. Ja. Na Trudy haar bekentenis, heb je haar ooit nog gesproken? Nee. Ook nooit? Nee. Nee. Heb je nog iets van haar vernomen, hoe het gaat? Of? Ik heb voor de uitzending van Jinek, waar ik destijds geweest ben met Peter R. de Vries, toen vertelde Peter mij net voor de uitzending dat ze gestorven zou zijn. Oké. Okay. Ja. Zij is na 5,5 jaar alweer vrijgekomen, toch? Terwijl zij 7 jaar had gekregen? Of hoe? Ja, ik vind dat echt te bizar voor... Dat is ook te bizar voor... Bekentenis voor moord. Waar heeft dit aan gelegen? Ik heb er geen idee. Nee. Nee. Dat durf ik echt niet te zeggen. Waar dat dan. Sowieso was haar straf natuurlijk veel te laag. Hoe is de periode hierna? Want precies wat jij al zegt, mensen zeggen altijd: waar rook is vuur. Mm-hmm. Dus mensen kunnen vooroordelen hebben of denken: oeh, misschien is er toch iets gebeurd. Ja. Heb je voorbeelden waarin dit tot de oppervlakte komt? Niet echt concrete voorbeelden. Meer wat ik zeg is dat mensen gewoon heel voorzichtig wat afstand van je nemen. Op een gegeven moment denk je, hé, die vriendschap is helemaal verwaterd. Of waarom zie ik diegene meer? Dus dat gaat een beetje geleidelijk, zeg maar. Je bent zelf ook nog aan het helen, hè? Dus er gebeuren ook heel veel dingen die veelal langs je heen gaan. Ja, ik ben niet veel hoor. Het is niet zo dat ik zeg van, ik ben handjes voor vrienden kwijtgeraakt. Maar wel een aantal mensen die ik... het voorarrest wel sprak en daarna niet meer. En heb je het ook meegemaakt op werkgebied bijvoorbeeld? Of? Ja, ik ben één keer ontslagen. Dat was bij de ABN AMRO Bank. Daar had ik een functie in het customer
center. En er zou een anonieme brief binnen zijn gekomen. Dat ik onterecht gearresteerd was op verdenking van moord. En toen werd ik inderdaad in een kamertje geroepen. En daar kwam mijn sollicitatieformulier. En er stond op, bent u in aanraking geweest met justitie? En daar had ik op nee op ingevuld. En je kunt wel ja invullen, maar dan heb je sowieso geen kans op een baan. Mm-hmm. En ik heb nee ingevuld. En de reden waarom dat ik nee heb ingevuld is dat ik ben vrijgesproken van rechtsvervolging. Of de hoogste graad van vrijspraak. Dus ik heb ook gewoon een VOG. En snap je? Dus ik dacht, ja, dan is het gewoon, het is gewist. Dus dan mag ik nee invullen. Mm-hmm. Dat mag dus niet. Dus ik had ja in moeten vullen, dan had ik die baan sowieso niet gehad. Ja, denk je dat? Denk je dat dan nog in de maatschappij heerst van mensen dan toch twijfelen? Ik denk het wel. Ja, je schrijft ook, mensen zien graag schuld, ze willen graag wijzen. Ja, klopt. Dus dat ze eigenlijk liever zien dat het wel zo is dan dat ze denken, oh, misschien dat ik toch niet bij het juiste eind. Maar zo is het hele rechtssysteem natuurlijk ook opgebouwd. Ja. Waarom zoeken we alleen maar naar dingen die kunnen aantonen waarom dat iemand schuldig is? Ja. Waarom zoeken we niet naar juist naar de dingen waarmee iemand juist onschuldig is? Ja. Ik denk dat het hele systeem daarop gemaakt is. Ja, welke periode breekt hierna aan? Want je zegt al, ik werd heel onzeker en wantrouwig. Ja, pas na mijn gevangenschap begon de gevangenschap. Ja, dus je isoleert je heel erg. Je bent wantrouwig naar andere mensen. Als mensen naar je kijken, dan denk je al meteen, oh, zie je wel, die veroordeelt mij ook. Terwijl dat er misschien helemaal niet is. Mm-hmm. Dat gaat al 10, 15 jaar zo door. Hoor. Ik ben van mezelf iemand die zich van nature heel erg terugtrekt. Maar ik heb ook een periode gehad dat ik juist de ellende ben gaan opzoeken. En dan onder invloed van behoorlijk wat drugs en wat drank het nachtleven in ben gedoken. Mm-hmm. En dat is een periode van 2 jaar geweest. Van mijn 26e tot mijn 28e. Was een soort van vluchtgedrag dan? Ja, vergeten. Vergeten. Gewoon willen vergeten. Ja. Ja. Hoe kijk je nu terug op de hele situatie? Ben je boos? Wat heeft het je geleerd? Ik probeer eigenlijk met name meer naar mezelf te kijken. Als ik nu terugkijk op al die jaren, dan heb ik spijt dat ik niet eerder uit mijn schulp gekropen ben. Dus dat ik mezelf al die jaren een bepaalde last heb opgelegd. Rondgelopen heb met, het is een schande wat mij is overkomen. Ik moet altijd op 150% functioneren om aan iedereen te laten zien dat ik en een goede moeder ben. En een goede echtgenoot ben. En een lieve vriendin kan zijn. En dat ik mijn werk goed doe. En dat heeft altijd geresulteerd in dat ik mezelf altijd over de top heb willen bewijzen naar iedereen. Ja, omdat er altijd dat gevoel zat van, anders denken ze dat ik misschien schuldig ben. Ja, heel erg letten op, ik ben echt gek op kinderen. Mm-hmm. Maar ik durfde nooit tegen iemand te zeggen, oh, als je een oppasje zoekt. Terwijl dat ik denk van, hoezo niet? Ik ben een hartstikke lieve moeder. Dus ja. Je kan al breng je al je kinderen. Maar toch ergens was ik bang dat iemand zou zeggen, nou, met jouw verleden vind ik niet zo handig. Ja. Dus ergens heb ik mezelf al die beperkingen opgelegd. Ja, want is dat ooit tegen je gezegd? Of nee, nog nooit. Nee. Natuurlijk niet, maar dat haal je in je hoofd. Want de mensen die mij kennen of die jou kennen, die weten dat jij zo niet bent. En dat jij er niks mee te maken hebt. Maar je legt jezelf al die beperkingen op. Dus als ik iets tegen mijn jongeren zelf mag zeggen, is dat ik spijt heb dat ik mezelf al die beperkingen heb opgelegd. Ja. Want je hebt nu ook een heel lief dochtertje. Ja. Is ook gezellig mee. Ja. En ben je dan ook open over wat er is gebeurd? Praat je daarover? Ja, we praten daar zeker over. Het is thuis geen verboden onderwerp. En ze ziet het boek en dan vraagt ze mij wat is er gebeurd. En aan haar papa vraagt ze dingen. En het is belangrijk dat wij het daarover hebben. Ja. Ja. En Trudy is inmiddels overleden, maar heb je nog wel eens met de gedachte gespeeld dat ze na 5,5 jaar te vrij kwam van, oh, ze is een gevaar voor de maatschappij of voor kinderen? Jazeker. Maar dat was ook, ze is mijn de kans op herhalingen groot was, zeg maar. Dus die vaststelling is wel geweest, ja. Dat de kans op herhaling groot was en ze is alsnog vrijgelaten. Ja. Bizar toch dat kindermoord eigenlijk zo licht wordt gestraft? Ja, ja, ik vind dat echt om te kotsen. Ja, bizar. Ja. Nou dat. Waarom is het belangrijk om jouw verhaal te vertellen? Oh, ik denk dat we allemaal een verhaal hebben. Dus ik denk niet zozeer dat mijn verhaal nou
zoveel meer bijzonder is als iemand anders. Mijn verhaal is anders, dat realiseer ik me wel. Mijn verhaal is zeker niet erger dan van andere mensen. Maar we hebben allemaal een verhaal te vertellen. En ik heb altijd contact gehouden met Peter. Wat was Peters rol in jou in de zaak, Peter de Vries? Nou, Peter kwam eigenlijk pas om de hoek kijken, zeg maar, nadat wij vrijgelaten werden. Want hij heeft toen contact opgenomen en hij zegt, Marjan, je bent slachtoffer geworden van een gerechtelijke dwaling. Ik wil met jou een programma maken en aan justitie laten zien, dit kan echt niet. Ik durfde dat toen niet, dus ik heb gezegd dat ik niet wilde. Heeft hij me overigens nooit kwalijk genomen. Hij is altijd wel een soort van naast me gebleven, zeg maar. En als ik een vraag had, kon ik hem altijd mailen of iets dergelijks. We hadden altijd nog wel contact. Op jouw vraag terug te komen waarom dat ik uiteindelijk toch gekozen heb om het verhaal naar buiten te brengen, is 1. Wat ik net al een beetje aangaf, de quote, of in ieder geval het advies wat ik aan mijn jongeren zelf zou willen geven, is: je hebt jezelf zoveel beperkingen opgelegd, had je nooit moeten doen. Mm-hmm. Dat je eerder je leven terug moeten pakken, van eerder terug in je eigen kracht moeten gaan staan, van hier ben ik en ik mag er zijn. Maar 2, en dat vind ik een hele belangrijke, is dat krijgen we te maken met minder fijne tijden in ons leven, donkere periodes. En ik hoop, zeg maar, dat ik met mijn verhaal andere mensen kan motiveren, een klein steuntje in de rug kan geven van ja, wat er ook gebeurt. Achter die wolk schijnt toch weer de zon. Ja. Ja, weet je, het is gewoon, al kan ik maar een paar mensen motiveren en een steuntje in de rug zijn, dan heb ik mijn doel wel bereikt. Ja, mooi. Hoe kan je het vertrouwen in mensen weer terugvinden? Omdat degene die zegt dat ze je beste vriendin is, je eigenlijk zo voor de trein gooit. Mm-hmm. En je hele leven eigenlijk overhoop haalt. Je zei ook al, ik ben altijd een beetje wantrouwig bij mensen. Hoe vind je dat stukje bij beetje dat vertrouwen terug? Ja, het is jammer dat mijn beste vriendin niet bij is. Mm-hmm. Wat zou zij zeggen? Ja, zij zou zeggen, het vertrouwen krijg je terug door gewoon in het diepe te springen. Ja. Ja. Je moet ergens, moet je gewoon weer het lef hebben en jezelf realiseren dat niet iedereen zo verrot kan zijn dan Trudy. Het heeft 8 jaar geduurd voordat ik uiteindelijk weer iemand in vertrouwen durfde te nemen. En dat is nog steeds mijn beste vriendinnetje. Ik heb inmiddels heel veel vriendinnetjes en heel veel kennissen en heel veel lieve vrienden. Het klopt wel. Het is gewoon een kwestie van op een gegeven moment gaan doen. Ja. Maar de eerste 8 jaar had je dat niet tegen mij moeten zeggen. Of je moet het gewoon gaan doen. Heeft het zoontje van Trudy ooit... Ja, die heeft ook dit verhaal gehoord natuurlijk. Mm-hmm. Is jou bekend hoe het met hem is? Of? Nee, is mij niet bekend. Ook okay. Weer eigenlijk alleen maar van horen zeggen is dat ik ook weer in die uitzending met Peter zat van Jinek. Ja. Dat hij een mailtje had gekregen van Kevin. Dat zijn moeder is overleden. En dat hij eigenlijk heel erg benieuwd is naar wat er destijds toch allemaal is gebeurd. Ja, Peter is daar volgens mij niet op ingegaan. Wat zou je nog aan de luisteraars willen meegeven? We zien de wereld niet hoe die is, maar hoe dat wij zijn. Mm-hmm. Dat vind ik een mooie quote. Mm-hmm. Om mee af te zetten. Dankjewel voor je tijd. Volgende week is er een nieuwe aflevering, dus vergeet de podcast niet te volgen. En ons ook te checken op socials. En natuurlijk jou te checken. Ik zal je link van je boek ook even in de beschrijving zetten. Mochten mensen nog meer willen lezen. En dankjewel. Ja, dankjewel. Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.